Dit is HHC TV, mede mogelijk gemaakt door Rent-a-Go huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Gert-Jan, je aanvoerders zijn net op het veld. We zijn op waarde geklopt. Heeft hij gelijk? Ja. Ik moest wel even over nadenken. Ja, ik moest even nadenken wie de aanvoerder was eigenlijk. Want het komt dat ik gewend ben dat Glenn zoiets zegt. En nu was het Koos. Maar ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Neem niet weg dat er... Dat ik in die zin wel teleurgesteld ben over het verloop van zo'n wedstrijd. Is in het eerste half uur Kozakken Boys zo goed of zijn jullie zo matig? Nou ja, reken ik in ieder geval mezelf aan. Je bekijkt de tegenstander elke keer. En de ene keer gaat dat beter dan de andere keer. En dan verzin je een plan. En dan is denk ik altijd de waarheid beide. Hè? Want Kozakken Boys speelde goed, is een topploeg. Maar wij hadden een bepaald idee om dat te elimineren. En dan stonden we niet goed. En dan is het altijd heel makkelijk om te zeggen dat spelers hun best niet doen. Maar die jongens bij ons zaten in de rust echt wel met een zweetdruppeltje op het voorhoofd. Dus er was gewoon veel energie geleverd. Maar als je net niet lekker staat, kom je overal te laat. En ik denk dat dat wel het verhaal van de eerste helft was. We hebben 2, 3 momentjes gehad, denk ik. Dat we eruit konden komen, maar heel snel balverlies hadden. We hebben een paar hoekschoppen gehad waarvan er één nog per ongeluk invalt. En waar er eentje net overgetikt werd. Ik moest toen maar even denken aan 9 september. Toen stonden jullie 3-0 achter en winnen jullie de wedstrijd nog. Kreeg je nu hoop? Nee, want toen speelden we goed. En ik trek dat mezelf aan dat we vandaag niet goed genoeg waren. En enerzijds is het gewoon de nuchtere constatering dat we misschien te hoge verwachtingen hadden. Want wij staan wel derde. Maar ik zei de vorige keer al tegen jou van wij zijn derde. Maar we staan in een groepje ploegen waar wij bij horen. En... ik denk dat vandaag duidelijk is dat wij nog niet bij de top 3 horen. En dat Kozakken Boys een betere ploeg is. Dat ze fysiek verder zijn. Dat ze een aantal gewoon echte klasbakken hebben. En als je dan ook nog tactisch de boel in eerste instantie niet helemaal lekker hebt staan. Dat dan wel omzet. Maar dan is het eigenlijk al 2-0 en eigenlijk 3-0. Een corner voor ons goal tegen, een corner voor hun een goal tegen. En daar baal ik dan wel van. Dat je dan niet in de wedstrijd blijft. Maar dan moet je overal gewoon constateren dat we gewogen zijn en te licht bevonden. In de rust kun je verder bijstellen. Dan kijk je naar een tweede helft. Wat zie je dan? Nou, dat we er meer grip op hadden. Zonder dat we heel goed speelden. Dat we bij momenten op hun helft mochten komen. Ik denk zelfs dat ik de term mochten komen moet gebruiken. Maar dat we ook toen niet echt de kansen gecreëerd hebben. En... Zeg mochten komen, bedoel je daarmee dat Kozakken Boys ook misschien een beetje de voet van het pedaal haalt? Ja, ik weet niet of het echt voet van het pedaal is. Maar je ziet het toch ontstaan. Hè? Extra verdediger erbij. Min of meer met 5 man achterop. Niet helemaal, maar toch. Nuland schoof door en er kwam Mulder geloof ik achterin bij. En je ziet dan, het is 3-1, het wordt 4-1 en dan hoeven we niet echt meer. Dan maken wij nog een goaltje. Maar ik vind 4-2 veel te positief voor het krachtsverschil op dit veld. Als je kijkt naar de wedstrijd tegen Barendrecht, dan is dat een ploeg die in heel veel opzichten wel te vergelijken is met Kozakken Boys misschien. Jullie hadden daar hele goede wapens tegen. Is het je tegengevallen achteraf? Ja, jij zegt vergelijkbaar, maar Barendrecht staat hier lichtjaren vandaan. En wij ook. En deze jongens zijn... El Azouti, ik weet niet of je kunt herinneren, liep een keer in de eerste helft of begin tweede helft liep hij tegen me aan. Volle bak. Nou, dan voel je even hoe fysiek sterk deze mensen allemaal zijn. Krachtmensen. Tavares, Gari, Moreira voorin. Die rooster, die bleef gaan. El Azouti continu in de diepte. En dan Stout weer aan de bal. We hebben er alles aan gedaan. Wat ik zeg, ik rekende mezelf aan dat we tactisch in het begin niet goed stonden. Dan zet je dat om, maar dan ben je eigenlijk al te laat. Ik vind dat de spelers er alles aan gedaan hebben. Voor vandaag was niet alles fantastisch bij ons. Na vandaag is niet alles negatief. Het is gewoon een hele nuchtere en teleurstellende constatering dat wij niet mee kunnen met Kozakken Boys op dit moment. Hebben jullie verloren van de kampioen of gaat Katwijk dat toch nog worden? Ja, dat is altijd gevaarlijk om daar uitspraken in te doen. Maar wij gaan er gezien de ondersteuning van Kozakken Boys vorig seizoen richting ons in de strijd met UNA. Gaan wij er in ieder geval alles aan doen om ze in Katwijk een keer te helpen. Want dat is het minste wat we terug kunnen doen. Dankjewel. HHC TV is mede mogelijk gemaakt door Rent-a-Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.